Dit is de vlag van Nederland. En als we hier een stok bij tekenen en een vlag hangt op de helft, wat betekent dat dan? Ja, jij? Dan herdenken we de doden die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt helemaal. Als we de vlag half stok hangen, laten we zien dat we verdrietig zijn naast het denken. Als we de vlag bovenaan de stok hebben, wat betekent dat dan? Weet iemand dat? Ja? Nou, dat iedereen weer vrij is. Dat klopt. Als we de vlag bovenaan de stok hebben, betekent dat dat we feest vieren. We vieren feest omdat we bevrijd zijn. We zijn vrij, we mogen laten zien wie we zijn en we hoeven niet meer onszelf anders voor te doen dan we zijn. We staan hier in het Streekmuseum van Ommen. Ook dit streekmuseum geeft veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Hier staan we bijvoorbeeld bij een voormalig barak van kamp Erika. Kamp Erika was een groot kamp op de Bestemmerberg. Dat was een gevangenis die diende eigenlijk als soort uitvalbasis voor andere gevangenissen in Nederland, omdat die overvol zaten. En dat waren dan eigenlijk mensen die clandestien overtredingen hadden gepleegd. En dat waren eigenlijk of met valse bonkaarten of clandestien geslacht hadden. Eenmaal niet zulke zware misdaden. En desondanks was het toch zo dat ze op dit kamp Erika werden gemarteld. En soms wel werden vermoord. Duitsers zijn gewoon doorgegaan met dit kamp. Want toen waren er eigenlijk allerlei razzia's hier in de omgeving. En de mensen die zich bijvoorbeeld aan de arbeidsplicht onttrokken, werden hier gevangen gezet. Momenteel werk ik aan een boek over mijn project voor Kamp Erika. Het project is ontstaan doordat ik in Ommen aan de Bouwstraat woonde en een foto vond waarbij gevangenen uit Kamp Erika teruglopen naar het kamp waar ze zitten. Ik werd heel erg geïntrigeerd door die foto en het was het startpunt van mijn onderzoek, van mijn project. En er zijn verschillende dingen uit voortgekomen, waaronder een kunstwerk op de Bestemmerberg, waarbij ik grote betonnen letters voor Erika op verschillende punten van het voormalige kamp heel ver in de grond zetten. Dus schreef ik net een stukje uit. Het is alleen als je het weet en als je goed kijkt, dan is het er pas. Zo, toch? Ja, prima. Ik vind het echt indrukwekkend. Het is echt allemaal zo, ik weet niet, zo ja, jong. Ja. Ja, ja, nooit veel kans gehad, hè. Het is natuurlijk wel heel mooi dat ze nu niet meer een naamloos graf hebben. Ja, dat is wel echt enorm, ja. Ja. Hoe zijn jullie er eigenlijk achter gekomen waar iedereen ligt? Aangezien ze eerst naamloos waren. Nou, dus de werkgroep Tweede Wereldoorlog. Ja. Van de historische kring Ommen, die dat onderzoek gedaan heeft en ook in de gemeentelijke archieven gekeken heeft. En er is heel veel werk geweest, maar die hebben dat allemaal kunnen achterhalen. Wel echt mooi. Ja. We staan hier bij het monument van Kamp Erika op de Bestemmerberg. En we hebben nu over Kamp Erika met een K uit de periode vanaf 40 tot en met 45, zeg maar. Het kamp zelf is er niet meer. En dat is gesloten op 11 april 45. Dat was ook de bevrijdingsdag van Ommen. Nadien heeft het dienst gedaan als interneringskamp. Toen werd het Erika met een C. Hierachter lag kamp Erika, het gevangenkamp. Op deze plek werden de mensen gefuseerd, de gevangenen. Zeker weten we dat het er drie waren, maar het waren er meer. En nu achter ons een camping. Ik heb kaarten verzameld die allemaal verstuurd zijn vanaf de Bestemmerberg. Een enorme gelaagde geschiedenis van een hele bijzondere plek. De eerste laag is van Krishnamurti, in de periode van de sterrenkampen. Zo rond 1920 kwamen mensen naar de Bestemmerberg om naar hem te luisteren, naar zijn redenvoeringen. En hij vond het heel belangrijk dat mensen hun eigen, de vrijheid in zichzelf voelden. Begin jaren 40 werd het gebied bezet door de Duitsers en werd het Kamp Erika. Ik vond onder andere het Ommenlied, 1943,
geschreven door Ad Klerken, die voor de arbeidseinsatz naar Duitsland moest. Ik vond de tekst heel inspirerend en dat werd voor mij onderdeel van mijn project. Ik heb een nieuw lied geschreven die te maken heeft met de derde laag. In 2015 werd de huidige camping werd een tijdelijk AZC. Ik werd daar vrijwilligster en ontmoette daar Semhar. Semhar komt uit Eritrea. Waar een dictatuur heerst en de vrouwen onderdrukt worden. En naar aanleiding daarvan heb ik een nieuw lied geschreven. Het Ommelied, wat gezongen wordt altijd op 4 mei tijdens de herdenking. Hier in het Arjerveld, op het weiland van Boerkroeze, is op 20 juni 1942 een Engels vliegtuig neergehaald door de Duitsers. Van de 8 bemanningsleden, ze kwamen er 4 om. En zijn hier begraven, we hebben hier een laatste rustplaats. Jonge jongens, 22, 23. Bijzonder is dat de zoon van deze Nixie, Pieter Nixie, bij de komende dodenherdenking 4 mei naar Ommen toe komt, om ook hier zijn vader te gedenken. My father died on his 22nd birthday, and they were cut down in their beautiful youth. What did it all mean? Well, it meant a lot. They won. They saved us from tyranny. Ja, dat is wel een bijzondere foto. Dat zijn Canadezen op de bevrijdingsdag van Ommen 11 april 1945. Je ziet ook al de vlag op het gemeentehuis. Dat was toen het gemeentehuis. Ommen was bevrijd, de vlag kon weer uit. Zijn er eigenlijk veel mensen omgekomen? We hebben bij het gemeentehuis een gedenkbord. Er staan 71 namen op van mensen die in Ommen woonden en tijdens 40-45 zijn omgekomen. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat we blijven herdenken. Ik ben echt een lezer. Ik heb heel veel oorlogsboeken gelezen. En ik wil gewoon graag dat het blijft bestaan. Dat er ook nog boeken worden geschreven. Maar ik het gewoon heel belangrijk vind dat we blijven herdenken hoe we in onze vrijheid zijn gekomen. En dat het niet vanzelfsprekend is. Ik sta vandaag op het Bevrijdingsfestival Overijssel. En daarbij ga ik vandaag met mensen in gesprek over ruimte. Van wie is de stad? Wie bepaalt wat waar gebeurt? 5 mei staat voor mij voor rekening met elkaar houden. Kijk, de ideale situatie zal er nooit zijn. Maar door ook met elkaar in gesprek te gaan. En te kijken naar elkaars behoeftes. Van wat heb je nodig? Nou, en hoe kan je daar in nader tot elkaar komen? Het kan telkens opnieuw te worden verteld. Wat staat er op de samenleving? De oorlog mag niet vergeten worden, maar het is ook het belangrijke, het vieren van vrijheid. Dat men weet van, ja, wat heeft er zich allemaal afgespeeld? Hoe belangrijk is het om ook in vrijheid te leven? Dat je ook weet, wat is vrijheid?